Woensdag 9 juni mocht Nederland naar de stembus. In Barneveld staat sinds 6 jaar iets bijzonders, een mobiele stembus. Deze stembus staat gedurende de hele verkiezingsdag op verschillende plekken in de gemeente Barneveld. Waarvoor is deze stembus eigenlijk nodig? Wij willen onze inwoners het zo makkelijk mogelijk te maken om te gaan stemmen. En wij denken door dicht bij plekken te komen en te gaan staan waar veel mensen komen, zoals hier op het station, dat het voor de mensen heel makkelijk is om hun stem uit te brengen. En normaal worden mensen opgeroepen om bij een bepaald stembureau te gaan stemmen. Hoe werkt het bij een mobiele stembureau? Nou, op de oproepingskaart staat inderdaad een stembureau vermeld. Maar al een aantal jaren is het in de gemeente mogelijk om op elk willekeurig stembureau de stem uit te brengen. Dus de mensen kunnen uiteindelijk zelf kiezen welk bureau ze binnen de gemeente nemen. En welke plekken gaan jullie nog meer langs? Wij gaan straks naar het centrum in Barneveld. Daar staan we bij de Grote Kerk. Vanmiddag staan we in Voorthuizen aan de Hoofdstraat. Dan komen we tegen de avond weer hier bij het station en we eindigen vanavond voor het eerst in Gijderen bij de Kruimelstaten. Wat is nou het belangrijkste waar u op moet letten? Het belangrijkste is dat de mensen ongestoord hun stem uit kunnen brengen, dat andere mensen daar niet op kunnen kijken en één tegelijk achter het stemhokje. Van u komt het idee, hè, van het mobiele stembureau. Hoe bent u daar zo aan gekomen? Nou ja, toen ik op het idee kwam was ik nog gemeenteraadslid voor Pro 98. En ik dacht aan mensen die bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn en zo. En waarvoor het een probleem is om naar een stembureau te komen. En toen dacht ik aan een mobiel stembureau. En dat idee werd goed ontvangen. En het mobiele stembureau staat er nu. Vindt u dat mobiel genoeg is? Het is al een heel goed, denk ik, dat je bij de trein staat waar mensen naar hun werk gaan en vanavond weer terugkomen. Daar bereik je heel veel mensen mee. Maar het zou voor mij nog wel wat mobieler mogen zijn. Je zou wat meer zorgcentra langs kunnen gaan. In ieder geval naar plekken waar veel mensen komen. Gebeurt het al in meerdere gemeenten of dat niet? Ja, volgens mij zijn er meer gemeenten die het doen. Ooit kwamen gemeenten daarmee zo van wij hebben een primeur, wij hebben een mobiel stembureau. Maar volgens mij was Barneveld toch wel echt een van de eerste. De eerste stemmer. Goedemorgen. Hoe vindt u dat, zo'n mobiel stembureau? Nou, het was even zoeken, want wij hadden nog ons oude stembureau in gedachten, maar ja, dat was er niet. En niet gekeken op internet, maar ik wist wel van de bus, dus vandaar. Ja, wel handig, want ik kom vanavond niet meer op tijd hier, dus ideaal toch? Ja, het beviel goed. Het was alleen een beetje krap met één stemhokje, maar voor de rest ging goed. Kon u wel in alle rust gewoon stemmen? Ja, het was volledig rustig. Dus dat ging helemaal perfect. Mag ik vragen wat u gaat stemmen? Ja, dat mag je vragen. Ik heb altijd voor het CDA me ingezet en ben er ook wethouder voor geweest. Dus ik ga CDA stemmen. ChristenUnie. En waarom? Christelijke Partij. En Bijbelvast. VVD. En waarom? Wat vindt u belangrijk? Ik denk dat de hervormingen hard nodig zijn. Dus dat het een goede keuze is. Ik heb SP gestemd. Mag ik vragen waarom? Ik wil eerst GroenLinks stemmen, maar die willen de studiefinanciering afschaffen. Dus dat vond ik niet zo leuk. 62 mensen hebben gestemd bij het station. Nu is het inpakken en op naar de volgende locatie.